Welcome, Radicals, to the 9th episode of On the Road to Redemption. In this episode, we will follow Joey to Rave in the River, Syndicate, Immortal Souls. We Like It Hard. And Access. Now sit back, relax, and enjoy the 9th episode of On the Road to Redemption. Okay, Nults, don't be a pussy now. You can handle your liquor better than that. Radical Redemption. Radical Redemption! MC Nults! Say, I had some bad news today, like the whole DJ Mac campaign. I got a call, I'm not in the DJ Mac. So I was a bit down, like, today. Because for me, the only spot is number one, and number two was, fuck it. But you guys made my day today. Like, it was a big switch. So thank you. I'm also only a human being, you know? It's ups and downs, but this was awesome. We are ready. Let's go back and then we go to Syndicate. Dortmund, Westfalenhallen. Seid ihr bereit, oder? Was it a greasy night? Yeah, yesterday was fucking crazy, man. Also partying with the promoter. We also really liked it. It was an awesome night. Fun talks, some drinks, and an awesome set. And obviously voted the special effects. Fuck. Boah, daar zit hij al 8 uur. Ik moet nog 8 uur lang wachten voordat ze vlucht gaan. Heel erg niet te geloven, joh. Dat is een lekker bokje, hè? From Spain, we are going straight to Germany. Syndicate normally means mayhem. A lot of mayhem. No worries, man. See you later. Huh? Have fun. Have fun. See you later, guys. Another van, another booking. Syndicate, right now at Dortmund, Deutschland. One picture! Picture? Come. You make a picture. Come, yeah. One more. Just to be sure. Thank you. Viel Spaß, ne? See you later. See you. Breng ons maar eens naartoe. Ja. Waar wil jij heen? Ja, weet ik veel. Ik weet wat drank is. When I say anger, you say fist. Anger!
Bundesliga. Bis! 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 Let's pop some bottles. Hallo. Hi. Wie geht's? Gut? Gut? Ja, ja, sehr gut, sehr gut. Ja. Ja, oh mein Gott, ey! Don't fuck with the radical, Mr. Prozac. Radical redemption. Back in the studio. It's his last day of production on the Midas Militia album. So today it's October 8th. That means today is Midas Militia album deadline day. I made like a couple of weeks were like 92-hour work weeks. Yesterday I was working here with Segos in the studio, and I really needed to go to sleep. I really wanted to like hand the album in yesterday. But yeah, finished the intro, doing some final stuff right now, final tweaking. The Code of Conduct, like the album title track, is already released. So there's a lot of stuff coming, 15 tracks, also three remixes of a Chain Reaction track, Crypsis track, and a track of myself. So it's gonna be a really awesome album. It's there's a lot of melodies in it, but also a lot of drops with just clean kicks, sounds, that kind of stuff. So I think it's, I'm really happy with the result. It was this one was my hardest album, like work-wise and hour-wise that I did so far. Album number 8 for me. I look healthier and happier now than yesterday. Yesterday I really was like, oh, I'm gonna fucking die. I was sitting here with Segos and I was just sitting on my ass for 10 minutes and my heart rate was still 160 BPM, I think. So that wasn't really good. So I decided just to... also today the plan was today to do a pizza eating thing with fans and a Brotherhood to Brutality live stream. And I told him yesterday, like, I'm really, let's do it some other day, like maybe Thursday or something, the day after tomorrow, because I really need to go to sleep. And there he is, ladies and gentlemen, the Crypsis. Goedemiddag. Wat is hier aan gaande? Wat is hier aan de hand? Wat is hier aan, godverdomme? Skee weg hier weer op camera. Godverdomme. Hoe is het? Ja, goed met jou. Ja, ik ben wel weer... Weer wakker? Ik ben weer bovenop, ja. Ja, godverdomme, je zag me gisteren niet, hè. Ja, het was niet goed. Ik heb van die militaire chants opgezocht. Ja. Dat ze zingen, het was aan machères zijn, zeg maar. En die heb ik hier nou in deze plaat nog ingestapt. Ik heb zo, ja, dus die plaat met die pook. De intro, waar echt niks is, hè. Het is mooi en heel sfeertje met de intro's zo erbij. Ja, alles op een draai. We hebben ook allemaal met de intro dat ook al zo begint. Als die F-16 er is, ja. Dan denk ik dat het wel gewoon ik wel een mooie... Een army vibe. Ja, krijgt hij echt wel straks echt gewoon een army vibe, ja. Ja. Heeft hij al, maar nu... Nog meer. Is het gewoon door het hele album dat echt heel te terugkomt, zeg maar. Elke plaat. Wat is daar? Hi, Z. Ja, goeiedag. Kom maar. Vet, hè? This album cost me a minimum of 10 years of my life. So I'm not gonna be 120 anymore. I'll only reach 110. Too bad, I know. So now this is it, guys. Let's hand it in a couple of hours, then we're done.
Papa. Radical Redemption. Wie maakt de rules? Oh. Hey, morgen is bijvoorbeeld van 1 tot 2. Dus dat is Oostenrijk dan? Ja. Gaan we lekker eten? Ja. Camera met kip? Yep. Radical Redemption. First time playing in Estonia for Joey. Let's celebrate and put on an awesome show. Guys, can kijk naar wat dat vuur doet. Hier staat vuur op dat je niet afgefikt wordt. Jij vuur doet. Hou mij in de gaten dan. It's like when I do a stage, I would jump like on my belly. On my belly. Beneath my belly is my private parts. And everybody was touching it, so I need to turn around next time. Yeah. Jump and turn. I will learn. I will learn. Eventually, I will learn. But give me some time. I will learn. Give me some time. That was quite needed. Let's do it. That was fucking awesome. The crowd was insane. Like non-stop, huge energy. Everyone going fucking crazy. Thank you, Tallinn, Estonia. It was fucking awesome. In 2 hours, you have to catch a flight to Austria, have some breakfast, and then showtime now to the airport. And there we are, ladies and gentlemen, in the aircraft on our way to Vienna. Vienna, and no sleep, only alcohol and good times. So everyone here is like just woke up and we are super energetic. Morning. So Tallinn, how are you feeling? No? Okay. Oh! Nelly, you broke it. That's my middle name. Oh, kaas, boy, it's echt helemaal de midden. I got some skills, man. Come on, man. Wat heeft aan op zijn hoofd, joh? Hey Cyclops! Hey, geef me een kogel. Oh, mooi, net ouders. Jojo. Ik heb je vandaag een slechte prestatie geleverd. Mag je ook pesten? Nee, niet doen. Wout, doe nou even leuk mee. Wout, we hebben de hele dag geslapen, hè? Ja, ook dat nog. Nee, ik heb niet heel geslapen. Ja, ik heb niet op je bed gelegen, gewoon. Ik had je best lekker. Je hebt gewoon je bed gelegen. Laat me nou gewoon met rust. Waarom? Ja, omdat je dat wil. Wout, je moet lekker bij de groep. Heel dag die zei ik op mijn kop te hebben, of wel? Hallo? Welke bedoel je dan? Het is een beetje chagrijnig dat ik boos was over. Het speelt je niet voor elkaar vandaag. Ja. En dat is een beetje chagrijnig. Radical Redemption. Is dat even mee? Let's go. Dit is zo super lef. Vitamine water, jongens. Maak ja. Het is echt fucking lef. Ja. Oh my god. Ja, maar dit is beyond, is beyond help dit. Het probleem was, wij waren naar Oktoberfest. Ja.
binnenkomen. Want ik heb dus een flyje broek aan. Mogen we niet in? Hoi. We trekken binnenste buiten aan. En kijk dit nou stilo's aan. Kijk dan. Floppen. Yo, dit is de shit ook. Ja, water is ook ver, maar dit is nog beter. Real, nee, nee, maar dit is, maar dit is nee, maar, beter. Maar dit is bijna. Ja, maar dit is bijna futuristisch, zeg maar. Als je hier gewoon naast hem in binnen wandelt. Zonder pasje. Je kunt hier gewoon even iets van binnen lopen zonder pasje. Radical Redemption. Austria, dat was zo. Ik was altijd heel vaak te draaien. Voor de trucjes, man. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Prost! 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 Another day, another plane, another flight. Back. Content, jongen. Jezus. Ik ben gestopt met roken. Oh. Ja, gestopt. Twee sigaretjes per dag, max. Dus ik mag vanavond niet meer. En dit is het moeilijkste, als ik koffie drink. En dan sigaretten. Geen sigaretten gaan roken. Dat is trouwens wel een mooi geluid. So Woody quit smoking. Again. For the 70th time. Oh, but will he make it this time? Ik zou gewoon. That's the million dollar question. Je doet jezelf te kort, man. I know. Sterker nog, ik ken nog een pakje Marlboro over. Ik weet niet. Kijk, hij is nog helemaal dicht verpakt, gesield. Vanavond een paar drankjes. Dan filmen we nog een keer, dan zullen we zien dat je aan het roken is. Let maar op. Hi man. Hi, hi. Nice to meet you. Hey. Again. Again. You good? Ik heb mijn eigen bierlijn een paar jaar geleden gehad. Het is nu gestopt. Te veel vraag naar natuurlijk. Dus, maar dit is een van de bottles, de Cripsis bierbottle. Heel lekker zacht biertje, heerlijk. Maar ik ben overgestapt naar Bacardi zoals mensen weten. Ik ben gestopt met bieren, dus de Cripsis Bacardi komt nog. Maar dat is nog een geheim, dat komt pas later, een paar jaar. Ben ik mee bezig. Unbelievable. Magnifiek. Magnifiek. Lyon, France, are you ready for Radical Redemption? Make some noise! Lyon, ça va? Yeah. We have to wait for the lift to go up because I can't go to the DJ booth right now. This thing is here. I'm gonna be on my knees. Yeah, I know. Fuck it, let's start this shit. We need to put someone to fix this because it's here. It's beautiful. So guys, yeah, yes.
The elevator is working again. Let's get the party started. Leo! Leon was fucking off the hook, was fucking crazy. It was one of the best bookings this year, I have to say. It was off the hook. Nolly, how was it? Seriously, no, I think it was like one of the just best. The best it is of this year, best. Right? Yeah, it is. Oh. Nolly. Merci bien et à bientôt. Nee, niet doen. Niet doen. Hebben we nog het laatste woord? Nee, niet doen. Dan filmen we nog een keer, dan zullen we zien dat je aan het roken is. Let maar op. Nee, niet doen. Niet doen. Hebben we nog het laatste woord? Nee, niet doen. Hey! 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 In the next episode. So Niels Nols is a cat owner. He likes cats. So now we're here in Catmosphere in Sydney. It's a cat cafe. So we are surrounded by 18 cats, drinks.